Dag beste mensen, Livius ab urbe condita, boek 25, paragraaf 8, het begin daarvan. We zitten inmiddels in het jaar 212 voor Christus, dat is eigenlijk ongeveer 3 jaar, 4 jaar na de slag bij Cannae, die grote verpletterende overwinning. Hannibal heeft via zijn broer gevraagd om allerlei versterkingen, en dat heeft hij ook gekregen van de Carthagische Senaat, maar op een of andere manier is het nog niet gelukt om Rome zelf de genadeslag toe te brengen en hem echt tot overgave te dwingen. Dus verblijft hij een beetje zo in Zuid-Italië, in het Griekse gebied daar, een beetje in de buurt van de poot van de Laars, de onderkant van de Laars als het ware. En ondertussen is er wat aan de hand in de stad Tarente, het huidige Taranto in Zuid-Italië. Dat was onder Romeins gezag, was de Griekse stad natuurlijk, maar de Romeinen waren niet geheel zeker van de loyaliteit van deze stad. En er waren een aantal gijzelaars uit Tarentum, samen met gijzelaars uit Thurii, een andere stad daar in de buurt, die in Rome verbleven als waarborg om te zorgen dat die Tarentijnen, die Thuriensers, zeg maar, sowieso trouw zouden blijven aan Rome. Die gijzelaars werden in Rome niet streng bewaakt, die zijn dus op een gegeven moment ontsnapt, maar ze zijn weer gevangen genomen. En toen zijn ze voor straf gegeeseld en vervolgens van de Tarpeische rots op het Capitool gegooid, een 20 meter hoge rots, 25 meter. Dus dat was een nogal gruwelijke straf. Nou, dat maakte uiteraard de bewoners van Tarentum en Thurii erg boos. We focussen nu even op Tarentum. Huius atrocitas poenae duarum nobilissimarum in Italia graecarum civitatium animos inritavit cum publice tum etiam singulos privatem ut quisquatam foide interim tos ad propinquitate aut amicitia contingebat. Goed, de atrocitas, dat is de gruwelijkheid, dat is de nominatief is hier zo. Huius poenae, dat is een soort van hyperbaton, een overstapje, maar het woord bij elkaar betekent van deze straf. Dus als van die rots afsmijten. De gruwelijkheid van deze straf, dat inritavit, moeten we even als werkwoord nemen, dat hitste op, dat maakte kwaad, leidt het voor de animo's, de geesten, de mensen. Dat zou je kunnen zeggen dat het een soort metonymie is, hè? De geesten in plaats van de mensen. Van twee, of de twee, meest nobel, of beter zegt bekende Griekse steden, Civitas is ook een woord voor een stad, in Italië, namelijk Tarentum en Thurii. En dat hitste die geesten dus op. Cum publice, tum etiam singulos privatim. Cum, tum in deze combinatie betekent zowel als. Zowel publiek, dus zeg maar op het niveau van de stad, van het collectief, of van het geheel van de stad, hè, dus waar, de politiek van de stad zelf was boos. Et tum etiam en ook, als ook, etiam, singulos privatim. Voor ieder individu, kan je dat vertalen, wat ik soort van privé, ieder afzonderlijk. Voor ieder individu maakt het dus de geesten boos. Ut betekent hier zoiets als al naar gelang, afhankelijk van in hoeverre. Quisque en ieder contingebat. Contingere, hier een betekenis een band hebben met, maar het heeft wel gewoon een leidend voorbeeld in het Latijn. Dus een band had met, dus al naar gelang iedereen een band had, of afhankelijk van hoe ieder een band had, met de tamfoide emtremtos, de schandelijk gedoden, dit is een PPP, zelfstandig gebruik, dus gedode mensen, dat ging dus over die gijzelaars die van de rots afgegooid waren. Het zij oud, propinquitate is een ablativus, dus door letterlijk nabijheid, betekent verwantschap hier zo. Het zij door, ook een ablativus, amicitia, het zij door vriendschap. Nou, dus de meest nauwe verwanten en vrienden van die personen waren natuurlijk extra boos, maar de stad zelf liet ook politiek gezien zijn boosheid blijken om over deze straf. Nou, van die ik kan me beter gewoon verder lezen. Ex iis tredecim fere nobilis juvenes Tarentini conjura verunt. Ex iis is ex eis, is uit hen, zowel van hen. Dat waarschijnlijk gaat het dus over die singulos, iedere afzonderlijke personen.
Tredekim verre, ongeveer 3, sorry, ongeveer 13. Ja, zoiets als hooggeboren edele jonge mannen uit Tarentum. Of edele jonge Tarentijnen, zou je kunnen zeggen. Of de Tarentijnse jonge mannen, hoe je het maar wilt noemen. Het kan allemaal verwisseld worden wat betreft bijvoeglijk of zelfstandig naamwoord en betekenis. Wat deden die? Die kon Nieuwe Raveren, die smeden een complot. Die vormden een samenzwering. Quorum in de genitivus van het woordje qui betekent altijd waarvan of van wie. Dus hier zoiets als van wie de principes, de voornaamsten, Nico en Philomenus waren. Oké, dus dat waren de leiders als het ware van die samenzwering. Nou, wat meteen al opvalt is dat in dit stukje, afgezien van die metonymie hier zo, waar had ik ook weer de animo's, zitten er eigenlijk niet veel stijlmiddelen of iets dergelijks in. Dus het is een beetje een zakelijke stijl die hier hanteert, onze Livius. Laten we nog gewoon even een stukje verder lezen, want we zijn toch lekker bezig. Even kijken, hier zo heb ik hem. Ja. Hi priuscum aliquid moverent, conloquendum con Hannibal errati, nocte perspeciem venandi urbe egressi, ad eu proficiscuntur. Oké, dit is een soort zin bestaande uit een paar delen. Je zou bijna denken dat het richting een soort periode gaat. Weet je, zo'n periode, dat is een naam voor een hele lange ingewikkelde zin. Nou, zo lang is het niet, was natuurlijk maar twee regels lang. Maar het heeft er wat weg van. En dan wordt het hier nog ietsjes langer, dat lijkt er nog wat meer op. En dan komt er hierna nog een iets langer en dat is echt een periode. Maar dat is pas in het volgende stukje. Dus, hi, en dan moet je dus meer fout van hikaikok. Kan je zeggen deze, hier of dezen, want dat hoort er dan nergens bij. Dus zij, dus die 13 lui. Priuscum aliquid moverent, letterlijk iets als voordat ze iets bewogen. Nou hier, moveren betekent in deze context zoiets als ondernemen. Dus voordat ze iets ondernomen, ondernamen. Dit is een cognitivus imperfectum bij priuscum. Mag je gewoon vertalen voordat ze iets zouden ondernemen of zo, maar het maakt niet zoveel uit voor de betekenis. Dan krijgen we het PPP rati. Een PPP van het werkwoord reor, reri is de infinitivus. En dat betekent menen, dat is een deponens. Nou, hier is een PPP van een deponens, mag je vertalen als een PPA, dat is als een regel. Dus menend, menend, en dan krijg je een soort ACI, maar dan zonder A. En ook nog met een gerundivum erin. Even een normale zin zou zijn, conloquendum est. Nou, conloquie betekent praten met, dus spreken met, dus betekent dus er is te spreken met. Er, gerundief met s, altijd met moeten worden, kan je makkelijker vertalen. Er moet gesproken worden met. Nu, in een soort ACI gezet, maar ja, er is geen onderwerp. Hè? Dus niet hij moet gesproken worden met of het, of nee, er. Mag je gewoon als onderwerp nemen hier. Dus menend dat er gesproken moest worden, laat ik maar even een verleden tijd maken natuurlijk, vanwege de rest van de zin. Moest worden cum Hannibale, met Hannibal, dat is een ablatieve, dus betekent cum gewoon met. En dan nog een participium voordat de hoofdzin komt. Nocte perspecium venandi urbe egressi. Nocte, s'nachts. Perspecium betekent iets als schijnbaar of ogenschijnlijk, en zoals het leek. Venandi is hier een gerundium. Dat hoort een beetje bij perspecium. Dat betekent dus iets als ogenschijnlijk om te jagen. Een gerundium betekent natuurlijk bijna altijd iets met om te. Afgezien van de ablatives, dat is door te. Dus ogenschijnlijk om te jagen. Urbe is iets met stad. En egressie is een PPP van een deponens. Egredi betekent de uitgaan. Met een ablatives erbij betekent dus de stad uitgaan. Hier de stad uitgaande, hè, weer zo'n PPP van een deponent, mag je vertalen met een PPA, hoeft niet. Je mag het ook vertalen als een gewone werkwoordsvorm, dus als een echte PPP, dat bedoel ik, dus nadat ze de stad uit waren gegaan, mag je ook zeggen, s'nachts, ogenschijnlijk om te jagen. Goed, dat alles gezegd hebbende, komt de hoofdzin ad eum proficiscuntur. Proficisci brengt iets op weg gaan naar, dus vertrekken naar. Dus gaan ze op weg naar, of vertrekken zij naar hem? Of als een presens historicum geïnterpreteerd, vertrokken zij of gingen zij op weg naar hem?
Goed, nou, het tweede gedeelte van deze zin luidt als volgt. Et cum haud proculcastris abessent, ceteri silva prope viam sese occulluerunt, niquid Philomenus progressia stationes comprehensique, utrae petentes, ad Hannibalem deducti sunt. Goed, nou, ook weer dus een kleine soort van periode. Begint met een cum-zin. En cum met een conjunctivus imperfectum hier zo bij zich. En toen zij verwijderd waren, abesse is iets als verwijderd zijn. Houd procul, helemaal niet ver, zeker niet ver, dat zou je een lithotest kunnen noemen. Toen zij zeker niet ver, oftewel vrij dichtbij, verwijderd waren castris, nou, een ablatief is van verwijdering hier, dus van het legerkamp. Het is altijd meervoud in het Latijn, maar vertaal het als enkelvoud. De ceteri, de overigen, occulluerunt. Occullere is verbergen of verstoppen, dus hier perfectum, dus verborgen, sese, nou dat is hetzelfde als se, dus gewoon zich. Verborgen de overigen zich, silva, ja, dat zijn ablatives hier. Je zou verwachten in silva, maar het kan ook als een soort instrument gezien worden. Dus een soort van met bos, door middel van het bos. Maar wij zouden alsnog vertalen met in. In het bos, prope viam, naast of dichtbij de weg. Oké, dan zou je verwachten en Nico en Velumut, maar er staat dus geen verbindingswoord. Dat is duidelijk een asyneton, eigenlijk ook een soort adversatief asyneton, die een tegenstelling weergeeft, want zij verborgen zich, die rest, die andere lui die meegingen met Nico en Philomenus, misschien wel de overige 11, maar Nico en Philomenus, wat deden die? Nou, dan krijg je eerst 3 participia. Progressie ad stationes, progressie is weer een PPP van een werk, een deponens, progredi, betekent voortgaan. Dus terwijl ze voortgingen, voortgaande, of eventueel nadat ze voortgingen, mag ook hè, bij een PPP van een deponens. Dus maar ik doe even simpel, voortgaande naar de, vooruitgaande, vooruitlopende naar de wachtposten. Staat hier zo'n wachtpost, hè, dus denk je voor, dat is een soort wachttoren, zo'n wachtlui, die op de rand van dat fort geplaatst zijn. Waar Hannibal verbleef. Que en comprehensie, dat is een PPP, maar van een gewoon werkwoord. Comprehendere, geen deponens. Dus pas, vertaal het passief en verleden. Dus en nadat ze gegrepen waren, en gegrepen en gearresteerd als het ware. Maar dan even voor de duidelijkheid erbij. Ultro et petentes. Uit eigen beweging, zelf. Uit zichzelf dit nastrevende, Petrus nastreven, willen proberen te bereiken, ergens om vragen bij wijze van spreken, dus hier PPA. Dus terwijl ze hier uit zichzelf naar streefden juist, het was hun bedoeling om gearresteerd te worden door die Carthaagse wachtposten. Nou, en dan komt de hoofdzin, zijn zij overgebracht naar Hannibal? Of zijn ze voorgeleid voor Hannibal, bij wijze van spreken? Goed, nou, dus samengevat, ze waren heel erg boos, er komt een samenzwering en ze gaan hulp vragen bij Hannibal. En dus gaan ze dan s'nachts, zogenaamd om te jagen, naar dat kamp toe om Hannibal onder ogen te komen. Hoe dat dan verder gaat, daarvoor verwijs ik jullie naar het volgende filmpje. Tot dan.